Wiwi wit een kindertandje. Beschouw Marliesjes mondje als mijn landje. Ik bijt, ik kauw, ik hang voorin. Ik ben haar allerbeste vriendin. Dus die schatkisten, die treasure chest, ja. Waarin naar alle waarschijnlijkheid gouden boekjes naar Nederland zijn gekomen. Ja. Geweldig. Dan heb je ook altijd mensen die zeggen, een gouden boekje, wat is dat? Nou, ik denk, ja, niet goed opgevoed. Ik zeg, ken je dat niet, een gouden boekje? Er is één keer een gouden boekje eerder aan het kindergebied gewijd. We gaan naar de tandarts. Het is uit 1971, een andere tijd. Ja, 1971 moet je je voorstellen, dat is 46 jaar geleden. Drink veel melk. Drink veel melk. Staat er echt. We hebben bijvoorbeeld ook niets, hè, zoals in het oude boekje staat van drink veel melk. Dat hebben we er niet in. Dat staat er niet meer in. Want dat is ook niet meer wat wij nu aanraden. Het heeft een hele andere insteek, het heeft ook een hele andere boodschap. Vooral de boodschap is napoetsen, zit er heel duidelijk in. Dus niet meer zeuren, je weet best dat poetsen goed moet gebeuren. De mondhygiënist legde uit hoe het moest en zei dat er moet worden nagepoetst. Nou, ik vind het allerbelangrijkste dat de drie koepels hier aan mee hebben bij hebben gedragen, dat ze met z'n drieën zijn opgetreden naar de buitenwereld in hun communicatie rondom de lancering van het boekje. En ik zou heel graag willen dat de drie koepels op meerdere vlakken ook met elkaar samenwerken. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Wiwi wit zit in een hartendoosje. Op het deksel staat een roosje. Marlies is inmiddels al heel groot. Op elke selfie lacht ze haar witte volwassen tanden prachtig bloot. Soms maakt Marlies haar hartje even open om te zien of Wiwi wit niet is weggelopen.